Goedemorgen allemaal, welkom bij de webinar over de gemeentelijke monitor Sociaal Domein. Afgelopen donderdag is deze voor de 5e keer gepubliceerd op Haarstraatje Gemeente. En deze webinar gaat over het rapport en over alle veranderingen die zijn doorgevoerd. Mijn naam is Brenda de Zeel, ik ben net terug van zwangerschapsverlof en een beetje moe. Ik heb niet zo goed geslapen vannacht, maar goed, dat gaan we vast allemaal wel redden nu. Naast mij zit mijn collega Janneke Vossen, ook heel erg betrokken bij de gemeentelijke monitor Sociaal Domein. En dan ook specifiek nog de doorontwikkeling, waar ze ook nog meer over zal vertellen. Verder zit Henri in de zaal, dat is onze technische man. Danielle, de communicatieadviseur. En onze trainee Ricardo. Dit is de agenda. Maar ik ga heel even terug. Want wat u hier ziet is de titel van de webinar. Want wat we geprobeerd hebben bij deze publicatie is om er meer een thema aan te hangen. En we hebben deze keer gekozen voor de ouderen. Dus in de communicatie rondom de publicatie hebben we bijvoorbeeld met de pilot in Drenthe, hebben daar meer aandacht aan gegeven, maar daar zal Janneke vast nog meer over vertellen. Dan dus de agenda. Hier ziet u we gaan zo even in op de spelregels. Dat klinkt wat ingewikkelder dan het is, maar daar gaan we even kort doorheen. Dan gaan we even kort vertellen waar we staan, wat de nieuwe opzet is van de rapportage, want die is wel echt gewijzigd ten opzichte van de vorige. En welke ontwikkelingen in het sociaal domein nog aankomen, voor wat betreft onze monitor. En hoe we verder gaan. Hier bij de spelregels. Wat u kunt doen is u kunt vragen en feedback aan ons geven door middel van het invullen in de chatfunctie. Volgens mij zitten die rechts boven, dacht ik, maar dat weet ik niet helemaal zeker. De vragen die u stelt kunt u gewoon gedurende deze presentatie invullen. En op vaste momenten zullen we deze beantwoorden. Als wij uw vraag onverhoopt nu niet kunnen beantwoorden, dan doen we dat altijd later. Alle vragen en antwoorden worden gebundeld en die kunt u na afloop van ons krijgen via de e-mail en zullen we ook nog waarschijnlijk op King Gemeente zetten, waar u tevens ook de audio-opname en de presentatie kan vinden. Waar staan we? Dus afgelopen donderdag is de monitor weer live gegaan met weer meer gemeenten die de facultatieve gegevens publiceren. Hier kunt u de tabelletje zien dat 282 gemeenten hebben nu de gegevens over de WMO gepubliceerd. Het is namelijk zo dat het rapport voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein is er voor alle gemeenten. Die is altijd gevuld omdat we heel veel hergebruik maken van bestaande informatie. Bijvoorbeeld de beleidsinformatie jeugd of voor de participatiewet de bijstandsuitkeringen, statistiek, cijfers van factors, etc. Maar er zijn ook een paar onderdelen die apart moeten worden aangeleverd voor deze monitor aan het CBS. En waarvoor een gemeente dan zelf mag besluiten of die de gegevens wel of niet wil publiceren. Voor het laatste half jaar, dus het tweede half jaar 2016, hebben 282 gemeenten gekozen om de WMO-set te publiceren. Waaronder ook de G4. En daaronder ziet u ook voor de andere onderdelen hoeveel gemeenten dat publiceren. Volgens mij wil Janneke nog iets zeggen specifiek over de doorontwikkeling. Ja, wat nog wel leuk is ook even om te kijken waar we staan nu met de doorontwikkeling. Want begin dit jaar hebben we een paar bijeenkomsten gehad met gemeenten en kennisinstellingen. Hebben we gekeken van ook naar de monitor, van wat kunnen we daarna nog verder aan gaan verbeteren. En toen is als doelstelling meegegeven dat het moet echt meer de transformatie gaan ondersteunen. De monitor was nog vrij verkokerd ingericht en we willen meer en meer gaan proberen om die transformatie goed te ondersteunen. Dus we hebben in onze werkgroep met de gemeenten, zoals Tilburg zit daarin, Almere, Houten, een groepje gemeenten hebben we gekeken van wat zijn nou de indicatoren die we nu al hebben die het meest zeggen over de transformatie en wat zijn ook wat indicatoren die we op een eenvoudige manier al kunnen toevoegen om in ieder geval een stap te maken in die richting. En dat hebben we helemaal samen met die gemeente bedacht en getest en bekeken of het er allemaal beter uitziet nu. En ja, dat is nu het resultaat van deze rapportage. Ja, en wat ook een heel belangrijk onderdeel van de doorontwikkeling is, is dat we iets nieuws hebben toegevoegd en dat heet ruimte voor toelichting. Daarover gaan we ook nog meer vertellen in deze webinar, want op die manier kunt u zeg maar meer invulling geven aan het idee van het tellen en het vertellen. Hier zitten u kort even achter elkaar de belangrijkste wijzigingen in deze publicatie. Dit zijn niet alle wijzigingen, maar even de belangrijkste uitgelicht. Het dashboard hebben we aangepast doordat we wat geschoven hebben met de indicatoren. De structuur van het rapport die is echt herzien, maar daarover zal Janneke straks iets meer vertellen.
We proberen steeds meer aandacht te geven aan trends. Dus omdat we inmiddels al 4,5 jaren naast elkaar kunnen zetten, kan je daar ook iets meer bewegingen in zien. Al blijft dat voor sommige indicatoren ook wel wat lastig. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe indicatoren toegevoegd die ook naar onze mening meer en meer inzicht geven in die transformatie. Bijvoorbeeld het aantal inwoners van 75 jaar dat wel of niet in de zorginstelling verblijft. Dat geeft natuurlijk daaraan invulling. De kosten die zijn anders opgenomen. Kon de gemeente ook anders aanleveren aan het CBS. Want je kon kiezen voor of begrote kosten of gerealiseerde kosten. Ja, wat wel ook heel leuk is. Gemeenten die gaven ook aan van ja, het is ook echt belangrijk om te laten zien welke huishoudens het nou zonder die individuele voorzieningen redden. Dus dat hebben we ook geprobeerd om in kaart te brengen. En ja, we zijn ook benieuwd van WMO, het gebruik van de WMO en eerste lijns zorg, zoals de huisartsenzorg. Dat geeft toch meer een beetje een wat breder plaatje, hebben we geprobeerd om inzichtelijk te maken. Ja, een aantal van deze indicatoren gaan we even doorlopen. Ja. Oh, ik ga eerst nog heel even, want één wijziging is dus het dashboard. Dat is voor velen van jullie waarschijnlijk wel bekend, maar we gaan toch heel even kort naar waar staat je gemeente. Kijken of die werkt. Gelukkig wel. Kijk, nou hier komt u direct op de ik zal één tabblad teruggaan. Als u naar home gaat, hier linksboven. Kijk, dan kunt u hier op dashboard klikken. Dan moet ik wel goed klikken. Kijk. En dan ziet u hier de tegels van waar staat je gemeente. En één specifieke tegel is dan hieronder de gemeentelijke monitor sociaal domein. Die was in vorige publicatie ook al, maar we hebben hem weer herzien. Hier ziet u de belangrijkste indicatoren. En kunt u hierboven, linksboven, uw gemeente selecteren. Hij staat nu bijvoorbeeld Almere, maar het kan ook Alblasserdam zijn bijvoorbeeld. En dan kunt u een referentiegroep aanklikken. Dit kan Nederland zijn, een grote klasse, dus een gemeente die ongeveer even groot is als Alblasserdam, of een naburige gemeente, etc. Even kijken. Nou, dan kunt u hier, op deze paarse button, komt u in het rapport. Wat ook leuk is, is dat we nog steeds een wijkprofiel hebben. Dus de gegevens die we op wijkniveau beschikbaar hebben, die worden in een apart rapport getoond. En ook in de doorontwikkeling willen we proberen om steeds meer ook indicatoren op wijkprofiel, op wijkniveau te kunnen publiceren. Nou, hieronder ziet u dan een aantal indicatoren, waaronder stapeling, cliëntervaring ook heel belangrijk, etc. Linksonder kunt u dan naar de database. Daar kunt u de gehele set van gegevens over jeugd, over WMO, over stapeling, met tal van uitsplitsingen. Dus daar heeft u echt heel veel keuze en kunt u van alles bekijken. En hier bij het i'tje kunt u nog meer informatie vinden over de monitor of tegels die eraan verbonden zijn. Bijvoorbeeld gezondheid, effecten, cijfers, etc. Dan gaan we nu even terug naar de presentatie. En dan hebben we een pollvraag. En die gaat over de rapportage. Nu is die natuurlijk pas afgelopen donderdag gepubliceerd. Dus we gaan het gewoon even kijken. Want de vraag is of u de rapportage al heeft bekeken. Daar zijn we wel benieuwd naar. Als het goed is, zit u die pollvraag in beeld en kunt u gewoon klikken op A, B of C. En eventueel kunt u ook nog een toelichting geven via de chat. Questions. Chat questions? Heet het questions? Questions? Oh, oké. Okay. Chat okay. Questions. Want wij zijn ook wel benieuwd van als u dan bekeken heeft uiteindelijk, gaat u het dan bijvoorbeeld ook nog bespreken met de gemeenteraad in uw gemeente of met andere instanties. Ik begrijp dat dat nu een beetje kort dag was, maar we zijn ook wel benieuwd naar welke stappen u denkt te gaan zetten. Ik ga de poll afsluiten. Ja. En ik zal de resultaten even tonen. Ja, uitgebreid 0%. Dat is een... Even snel 28% en nog niet 72%. Oké. Nou, mooi dat we er even doorheen gaan lopen dan. Precies. Oh ja, dat zou ik willen. Ja. Nou, we hebben dus de opzet van het rapport aangepast en geprobeerd de meest belangrijke indicatoren meer aandacht te geven. Het rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk heet huidige situatie. Daarna komen we bij de ontwikkelingen.
uitgangspositie, resultaten en kosten. Er zitten nog twee bijlagen bij. Eén bijlage heet achtergronden bij de cijfers. En de tweede bijlage, dat is de feitelijke toelichting die u eventueel gegeven heeft, die ziet u alleen als die is ingevuld. Dus anders ziet u gewoon alleen maar één bijlage. En naast dit rapport is er dus inderdaad, zoals gezegd, het wijkprofiel. Dat is ook een rapportage die beschikbaar is. Nou, wat was het idee bij het opzetten van deze, bij het kiezen voor deze structuur? Gemeenten die gaven aan van ja, we willen eigenlijk het liefste wat je als eerste wil weten is van hoe staat het ervoor met de mensen in mijn gemeente? Hoeveel gebruik maken zij nu van de voorzieningen? Dus wat we geprobeerd hebben is om te kijken van hoeveel huishoudens zijn er dan? Hoeveel daarvan hebben er wel voorzieningen? Hoeveel hebben er geen voorzieningen? En uit welke domeinen gebruiken zij dan voorzieningen? En binnen de monitor hebben we natuurlijk alleen de maatwerkvoorzieningen WMO. En de individuele voorzieningen vanuit de participatiewet en de jeugdwet. Dus we weten bijvoorbeeld niet hoeveel mensen gebruik maken van algemene voorzieningen. Maar goed, dat is het eerste hoofdstuk. Daarna gaan we inzoomen op de ontwikkelingen per wet. Hier zie je ja, de belangrijkste genoemd. De jeugdwet, participatiewet, WMO en eerste lijn zorg. Dat willen we nog wel gaan uitbreiden in de loop van de tijd. Maar dan kun je kijken van, nou zien we daar al ontwikkelingen in de tijd of zien we ontwikkelingen tussen verschillende vormen van zorg en hoe gaat dat in andere vergelijkbare gemeenten. Dan het hoofdstuk uitgangspositie. Dat is vanuit het idee van dat in elke gemeente de situatie weer anders is. En dat kan ook vaak iets zeggen over het gebruik dat van de voorzieningen gemaakt gaat worden. Want ja, als je ergens meer ouderen hebt, dan is er natuurlijk een andere voorzieningen gebruik te verwachten dan in andere omstandigheden. Dus daar zie je allerlei informatie over de bevolking, opleidingsniveau, kinderen die opgroeien in armoede en ook de indicatoren vanuit de gezondheidsenquête van GGD Goor over zelfredzaamheid en een aantal indicatoren van Factis over mensen met chronische aandoeningen. Ja, en daar zit bijvoorbeeld dan ook de voortijdige schoolverlaten in. Dat zag ik gisteren niet dat het in het nieuws was. Dus dat is misschien wel leuk om dan voor uw gemeente te kijken hoe uw gemeente daarop scoort. Ja. En dan komen we bij het hoofdstukje resultaten. Nou, dat is ook nog echt in ontwikkeling. We hebben geprobeerd daar wat dingen bij elkaar te zetten die we dan al hebben, die iets zeggen over de resultaten. Een deel van de cliëntervaring WMO komt daarin. Dat zijn overigens nu nog de dus nog de informatie uit de vorige ronde, waarin de cliëntervaring WMO geleverd is. Eind juli komen de nieuwe cijfers. En dan wordt ook dit rapport aangepast. De nieuwe cijfers kunnen eventueel wel al geraadpleegd worden in de database. Ja. Maar goed, resultaten. Daarin vind je ook een nieuwe indicator over mensen van 75 plus binnen en buiten zorginstellingen. En we hebben informatie opgenomen over de reden van beëindiging, jeugdzorg en WMO. Bij jeugdzorg is dat ook een officiële outcome indicator op dit moment. En we hebben ook al een indicator opgenomen over het herhaald beroep op jeugdbescherming en jeugdreclassering. Is natuurlijk ook interessant voor jeugdzorg, maar dat komt later beschikbaar. En tenslotte kosten. Daar laten we iets zien, hebben we nu toegevoegd ook wat was de begroting en wat is uiteindelijk gerealiseerd. En dat zegt dus ook iets over wat doen gemeenten op het gebied van de sociale basisondersteuning. En verder WMO en jeugdzorg. Ja, dat is echt een facultatief onderdeel, want dat moet je echt aangeleverd hebben aan het CBS. Ja. Om daar resultaat te kunnen zien. En het leveren dus ook echt minder gemeenten aan. Dus die andere WMO-cijfers, dat is een stuk betrouwbaarder dan die kosten. Ja, nee, dat klopt. Ja? Ja. Oké. Okay. En dan gaan we nu even kort in op de diverse figuren waar Janneke ook al iets over gezegd heeft. Nou, hier ziet u bijvoorbeeld, dit is in het eerste hoofdstuk, ziet u de verhouding tussen huishoudens die zorg ontvangen en ondersteuning en huishoudens die dat niet ontvangen. Waarbij belangrijk is om inderdaad aan te geven dat het hier gaat om de individuele voorzieningen in van de participatiewet, jeugdwet of de WMO. En dus de algemene voorzieningen zitten hier niet in. En wat je hier dan ziet is dat een gemeente als A aan Hunze wordt dan vergeleken met haar referentiegroep. Op basis van grote klassen, zoals het ook in de rest van het rapport gaat. En dan zie je dat bij A aan Hunze
in verhouding meer huishoudens zijn die geen gebruik maken van zorg en ondersteuning zoals wij dat nu net noemden. En dat zijn wel interessante gegevens, maar in de database kan je bijvoorbeeld ook nog met een naburige gemeente of iets dergelijks vergelijken. Wil jij hier nog iets verder over kwijt? Ja. Dan hebben we stapeling. En wat nieuw is bij stapeling is dat we ook de totale per domein nu laten zien. Wat we in vorige publicaties al deden is dat je kon zien van in mijn gemeente zijn er zoveel huishoudens met 2 voorzieningen, 3 voorzieningen, 4 voorzieningen, et cetera. En dan ook over de wetten heen, dus jeugdwet, participatiewet en WMO als binnen de wet. De stapeling binnen de wet is te vinden in de database. Maar wat nu nieuw is, is dat je ook de totale per domein kan zien. En dan kan je zien hoe de verhoudingen zijn. Dus bijvoorbeeld hoe groot is het aandeel van huishoudens dat zowel jeugd als WMO-voorziening krijgt. Of jeugdparticipatiewet en WMO. Nou, de laatste is natuurlijk vrij klein. Dat is in dit geval is dat 60. Dat kunt u haast niet zien ook, maar dat is dat logischerwijs is dat hier 60. En op die manier proberen we nog meer inzicht te geven in de stapeling. Nou, stapeling is ook op wijkniveau beschikbaar. Dit is de gemeente Lingewaal. En die is opgedeeld in een 4-tal wijken. U bent als gemeente zelf verantwoordelijk voor de wijkindeling. Die kunt u aangeven bij het CBS, 1 maal per jaar. En wat belangrijk is voor de monitor sociaal domein, is dat de wijken niet te klein zijn, moet u dan kans heeft dat de zelfvulling niet voldoende is wegens de privacy. En hier zie je dus inderdaad de stapeling van naar het aantal voorzieningen. Ja. Maar op wijkniveau is ook beschikbaar van per domein. Ja, dat vindt u allebei in het wijkprofiel. Nou, hier ziet u de WMO-voorzieningen opgedeeld in 4 categorieën. Met een tijdslijn van het eerste halfjaar 2015 tot het tweede halfjaar 2016. Een persoon kan in elke categorie 1 keer voorkomen. Dus als ze bijvoorbeeld en een rolstoel gebruik maakt van een rolstoel en een traplift, dan telt u bij hulpmiddelen en diensten maar 1 keer mee. Maar u kunt wel en bij hulpmiddelen en een persoon kan wel bij hulpmiddelen en diensten meetellen en bij verblijf en opvang. Maar in het totaal telt een persoon ook maar 1 keer mee. Maar dit staat ook uitgelegd in de leeswijze hoe dit precies werkt. Ja, nou dan nog een nieuw onderdeel in deze rapportage is beschermd wonen. De centrumgemeenten hebben bij de vorige aanlevering dit gegeven apart van de WMO-voorzieningen kunnen aanleveren. En op basis daarvan is deze kaart gemaakt. De regio's waar een streepje staat, dat zijn regio's die geen gegevens hebben aangeleverd of gekozen hebben om deze niet te publiceren. Wat u hier ziet is de kaart voor Zeist, maar Zeist valt natuurlijk onder de beschermd wonen regio Utrecht. Net zoals bijvoorbeeld, wat ligt daar hier? Even een topografisch lesje. Nou, dat weet ik even niet, maar van alles. Utrecht Zeuvelrug bijvoorbeeld, die valt daar ook allemaal onder. Al die gemeenten hebben dan één en hetzelfde cijfer wat de gemeente Utrecht heeft aangeleverd voor die gemeente. En in dit geval is dat 2 en dat moet u zo lezen als dat 2 inwoners per 1000 inwoners gebruik maken of wonen in een beschermd woneninstelling. En dan kunt u op de kaart vergelijken hoe dat in andere beschermd wonenregio's is. Ja. Ik denk dat in de database misschien nog wel de absolute aantallen. Die staan ook in het rapport. Oké, ja, dat klopt. En deze beschermd wonencijfers die zaten dus eerst in de categorie verblijf en opvang van de WMO-arrangementen, van de WMO-voorzieningen. Maar sinds 2016 worden ze dus apart aangeleverd. Ja. En alleen per regio. Precies. Nou, hier ziet u de thuiswonende 75-plussers. Een indicator die volgens ons alvast een inzicht kan geven in de transformatie. Al is er uiteraard meer voor nodig, maar het is wel een belangrijke indicator. Zeker als we dat na een tijd ook misschien een ontwikkeling in kunnen laten zien. Want nu is het nog wel echt een momentopname. En nu ziet u dat in de gemeente Oud-Beijerland in verhouding, even kijken, meer mensen thuis wonen dan vergeleken met de referentiegroep. En dat is wel interessant om eigenlijk met de gemeente ook in overleg te gaan hoe dat kan, of daar verklaringen voor zijn. Het hoeft niet altijd, maar dat kan het best
zo zijn dat er in Oud-Beijerland een hechtere sociaal netwerk is. Of geen instelling in de buurt. Geen instelling in de buurt, dus dan blijven ouderen liever thuis wonen. Dat kan van alles zijn en we willen ook komend najaar steeds meer met gemeenten hierover in gesprek gaan. Dan hebben we weer een polvraag. Wil jij me voorlezen, Jan? Helemaal stop. De polvraag. Deze nieuwe rapportage geeft meer inzicht in de transformatie. Ja, maar we zijn er nog niet. Ja, veel meer. Of nee, net zo weinig als voorheen. Ja, en als u ook tips of behoeftes heeft, dan kunt u die ook gewoon meegeven op dat moment. Dat nemen we graag mee. Via de chatfunctie. Nee, de top questions. 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 Ja, ook als je zelf iets wil intypen. Ja, via chat. Nee, via questions. Zijn er vragen, Rijn? Oké. Okay. 78% heeft gestemd. Nou, als er nog iemand wil stemmen, snel, ik ga de poll afsluiten. Eenmaal, andermaal. 87% ja, maar we zijn er nog niet. 9% ja, veel meer. 4% nee, net zo weinig als voorheen. Oké, nou. Dus het gaat weer een stapje de goede kant op. Precies. Maar we zijn er nog niet. Nee, zeker. Ik ben ook wel benieuwd naar die persoon die nee heeft gestemd. Dat vind ik. Dat is misschien wel terecht hoor, daar gaat het niet om, maar vind ik gewoon wel leuk om mee in gesprek te gaan een keertje. Ja, ja, iemand heeft toegevoegd investeringen en effect van algemene voorzieningen. Ja, ja dat is bekend, maar het is best lastig omdat voor een landelijke monitor waar gemeenten zoveel beleidsvrijheid hebben om het in te richten, om dat in kaart te brengen. Maar het is wel een wens die bekend is, zeker. Het wordt ook een van de doorontwikkeltrajecten van dit najaar om te bedenken hoe we dat nou meer in kaart kunnen gaan brengen. Of dat inderdaad dan ook met, op basis van geregistreerde informatie kan, of dat je dat met onderzoeken moet doen. Of, nou ja, dat gaan we onderzoeken. Oké. Dan komen we bij het nieuwe onderdeel ruimte voor feitelijke toelichting op de cijfers. Ja, kijk, even schakelen. Ja, nee, dat klopt. Dat is inderdaad een nieuw onderdeel. Vanuit het idee van om naast de cijfers ook echt een toelichting te kunnen geven, waarbij het belangrijk is dat het om een feitelijke toelichting gaat. Ja, dus het idee is niet zeg maar om een hele duidingsverhaal daar neer te zetten of om raadstukken daar neer te zetten, maar om echt korte toelichtingen te geven van wij registreren onze arrangementen anders. Daarom is het bij ons hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Of wij hebben meer instellingen voor speciaal onderwijs in onze regio. Daarom hebben wij meer leerlingen op speciaal onderwijs. Weet je, dat soort toelichtingen kun je daar geven. Maar je kan bijvoorbeeld toch wel linken naar beleidsdocumenten van de gemeente, ja, toch? Ja, of eigen monitors. Ja. Okay, nou, het geven van deze toelichting gaat via mijn.waarstaatjegemeente.nl. En dit moet gedaan worden door een geautoriseerde medewerker. Vaak is dit de coördinator die ook al bij het CBS bekend is, maar dat kan volgens mij ook een andere persoon zijn. Wel belangrijk om dat intern even goed af te stemmen binnen de gemeente die die toelichting geeft. En ook dat de gemeente op één lijn zit wat betreft die toelichting. Wat belangrijk is om te vermelden is dat wij als King geen redactie zullen voeren op die toelichting. En het is ook belangrijk om in de gaten te houden voor volgende publicatie, omdat de tekst zal blijven staan, om te kijken of deze nog steeds actueel is, of dat deze aangepast dient te worden. Hieronder ziet u een link, die gaat naar de handleiding, die staat op kinggemeente.nl en dan wordt u stap voor stap meegenomen in het proces om een toelichting toe te voegen. Nog even benadrukken dat het niet verplicht is. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor veel gemeenten ook alweer een uitkomst kan zijn om het wel te doen. Maar het is zeker niet verplicht. Hier ziet u een paar screenshots uit de handleiding. Nou, die staat op King Gemeente. Als daar vragen over zijn, dan horen wij dat graag. Onze trainee is hier ook heel hard mee bezig geweest. Dus dat is mooi werk.
Nou, als u de gegevens dan heeft ingevoerd, dan ziet u vrij snel direct daarna ziet u de gegevens in het rapport. De toelichting komt na hoofdstuk 5 en voor de achtergrondinformatie. Nou, de verantwoordelijkheid voor de ingevoerde informatie ligt dus bij de gemeente, omdat wij daar ook geen redactie op zullen voeren. En er zal ook een datum bij staan van wanneer de toelichting is gegeven. Nou, zoals ik net al zei, is het belangrijk om naar elke publicatie te kijken of de ingevoerde toelichting nog steeds actueel is, of dat er iets moet worden aangepast of verwijderd, et cetera. Heb jij daar nog een aanvulling op? We hebben een vraag. Roelvraag, die zegt, die heeft een vraag over de afrondingen. Hij zegt bijvoorbeeld bij arrangementen, is het minimale aantal dat wordt weergegeven in de eigen rapportage 10 naast 0? Dat komt namelijk veel voor. Moet ik dat interpreteren als alles minder dan 10? Of hoe zijn de afrondingen? Het is alles onder de 5 gaat naar 0. En 6 tot en met 9 gaat naar 10. En dat is vanwege de privacy. En als er een 0 staat, is het echt 0. En anders staat er volgens mij een streepje als het niet is aangeleverd. En als het omlaag wordt, dan wordt het ook een 0. Dan wordt het ook een 0. Ja. Ja. En dan is er nog een vraag, het percentage inwoners met huisartsenzorg. Weer rolvragen die zegt, ik neem aan dat het bezoek van de huisarts in dat jaar is. Dus niet de inschrijving, maar het bezoek aan de huisartsen. Ja. Is dat inclusief 18 min? Dat denk ik wel, maar dat is goed om even te checken. Ik heb geen reden om aan te nemen dat dat niet 18 min niet is. Het gaat wel echt om de verzekerden. Dus je moet wel, ja. Ik weet niet of er inwoners op verzekerden staat, maar het gaat wel nadrukkelijk om de verzekerden. Ja, verzekerden. Jongeren zijn vanaf 18. Ja, maar je staat natuurlijk wel op de polis van je ouders. Dat weet ik namelijk niet. Ja. Dus, kijken we even naar. Ja. Kijken we even naar. Komen we nog op terug, Roel? Ja. Ja. Oké, terug naar de ruimte voor een feitelijke toelichting. Denkt u dat uw gemeente gebruik gaat maken van de mogelijkheid om een toelichting te geven? Ja, nee of weet ik nog niet? En hierna komt ook nog eventjes de mogelijkheid om nog meer vragen te stellen over die ruimte voor toelichting als die er zijn. Je kunt bij die ruimte voor toelichting ook een contactpersoon invoeren. En dat is dan meer echt de contactpersoon voor inwoners of raadsleden of beleidsmedewerkers. Of voor een andere gemeente. Ja. Ja, waar mensen terecht kunnen als ze wat meer willen weten echt over die inhoudelijke informatie in de monitor. Maar je hoeft dat niet in te vullen. Je kunt ook een algemeen nummer erin vullen. Ja. Heeft iedereen gestemd? Bijna. Ja. Oké. Ik ga de poll sluiten als er nog mensen willen stemmen. Nu doen. Oké, ik ga hem nu afsluiten. Daar zijn we nu. 16% ja, 8% nee en 76% weet het nog niet. Oké. Nou, dat is interessant, maar ja. Wel begrijpelijk. Dus we zijn benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar als er vragen over zijn, dan kunt u ook een contact opnemen via Kinggemeente, info@kinggemeente. Ja. En zijn er verder nog vragen over de ruimte voor toelichting? Nee, er zijn geen vragen verder binnengekomen. Oké. Dan gaan we verder. Dan komen we bij het stukje waarin we proberen om iets meer te kijken van die cijfers die we nu hebben. Kunnen we daarmee al iets zeggen over de transformatie? Nou, het is natuurlijk heel erg moeilijk. En dit is gewoon een eerste vingeroefening. En we zijn ook vooral benieuwd ook naar jullie feedback en jullie ideeën. Maar we gaan het gewoon eens kijken. We hebben een paar plekjes op een rij gezet en daar willen we eens naar kijken. Nou, die transformatie, wat zijn ook alweer de kernbegrippen binnen de transformatie? Dat is een beetje een soort ook je analysekader. Het idee achter de decentralisaties was dat we willen gaan stimuleren dat inwoners gewoon meer zelf oppakken, dat we minder afhankelijk zijn van de overheid en dat we dat als inwoners wat beter zelf regelen met ons eigen netwerk, maar ook dat de overheid ons meer benadert als
ja, gezin of iets dergelijks. Dus minder allemaal als individu, maar meer dat je mensen in hun geheel bekijkt. We kunnen gebruik maken binnen de transformatie van individuele voorzieningen, maar steeds meer ook van collectieve en algemene voorzieningen. Het idee is dat de gemeente de zorg en ondersteuning laagdrempeliger kunnen aanbieden en dichter bij de mensen. Dus bijvoorbeeld op een nieuw soort vindplaatsen, zoals bijvoorbeeld op scholen of in een wijkcentrum of bij de huisarts. De zorg en ondersteuning die we dan toch leveren, dat zou meer maatwerk moeten zijn. Dus ook ja, nieuwe vormen van combinaties van zorg en nou ja, dat soort dingen. Een streef is ook om het minder complex te organiseren. Dus nu is het allemaal inderdaad ook nog verkoperd, maar dat moet meer integraal worden aangevlogen. En we moeten meer gaan inzetten op preventie en vroegsignalering. Nou, een heleboel dus. En als je dan gaat kijken naar de informatie die we nu in de monitor hebben, dan valt op dat het inderdaad, zoals we al een paar keer gezegd hebben dit webinar, dat we informatie hebben over de maatwerkvoorzieningen vanuit die drie wetten. En geen informatie over de algemene voorzieningen. En we hebben ook nog geen informatie over de aanpalende domeinen, zoals de wet langdurige zorg of armoede- en schuldhulpverlening. En bovendien, nog een laatste opmerking vooraf, is dat de kwaliteit van de informatie, dat is ook echt nog, dat zijn we ook nog steeds verder aan het verbeteren. Het is wel veel beter dan eerder, denk ik. Maar goed, dat is wel nog niet helemaal, ja, er is nog genoeg verbetering in mogelijk. Oké. Maar goed, met dit alles in het achterhoofd gingen we toch eens kijken van nou, wat kun je dan wel al zien in de monitor? En dan is het bijvoorbeeld interessant om te kijken naar de huishoudens met voorzieningen. We hebben hier een plaatje van alle huishoudens met één of meer voorzieningen in het sociaal domein. Hier staan zes of meer voorzieningen. En we hebben een vergelijking gemaakt tussen de eerste helft van 2016, dat is de donkerblauwe kleur, en de tweede helft van 2016. En wat dan opvalt als je binnen 2016 kijkt, is dat er eigenlijk weinig verschuivingen zijn. Het blijft eigenlijk vrij stabiel over die twee halve jaren. En ik heb zelf ook even gekeken van als je het vergelijkt met 2015, nou, dan zie je eigenlijk hetzelfde beeld. Maar we hebben 2015 zetten we er meestal nog niet bij, omdat daarin we minder zeker zijn van de betrouwbaarheid van de cijfers. Die wordt wel nu steeds beter. Maar goed, we zien dus nog weinig. Ja, en dit gaat natuurlijk over Nederland. Het kan natuurlijk best dat bij individuele gemeenten daar wel grotere verschuivingen tussen zitten. Ja. Dat is wel interessant om dat te bekijken. Ja. Want wat bijvoorbeeld inderdaad ook leuk is, als je dan iets verder de diepte ingaat en kijkt naar hoe zijn de verschillen tussen de verschillende grootte van gemeenten. Je ziet hier rechtsboven, zie je in een legenda, dat we vijf grote klassen hebben. Kleiner dan 25.000, 25 tot 50, 50 tot 100, 100 tot 300 en meer dan 300. Dat zijn alleen de G4. En dan zie je hier, nu is hij andersom. Dus we beginnen nu met huishoudens met twee voorzieningen in het sociaal domein. En hier met vijf of meer. Oh, ja. Nou, dan zie je sowieso die G4 steeds met de hoogste score. Maar daarbinnen is het wel leuk dat je ziet dat de gemeenten van 50 tot 100.000 inwoners steeds een beetje, die hebben iets meer huishoudens met voorzieningen. Dan de 100.000, 300.000 referentiegroep, wil je toch? Dan die andere gemeentegrootte. Ja, ook dan die andere, maar ook dan die groepen erboven met name. Ja, precies. Ja, ja. Dat is ook inderdaad interessant. Dat mensen die in 100 of 300.000 gemeentes klasse wonen, die hebben minder vaak een voorziening dan in die iets kleinere gemeenten. Ja. Nou, zo is het. Dat is wel, vonden wij wel grappig om te zien. Maar goed, we zijn ook wel benieuwd naar jullie mening op basis van deze even hele snelle plaatjes. Wat is jullie idee over het integraler werken dan voorheen? Want die stapeling, dat zegt dus iets over van
ja, hoe vaak komt het nou voor dat mensen meerdere voorzieningen hebben? En ja, dat kan dus een indicator zijn voor integraler werken. We werken in Nederland integraler dan voorheen. Nee, want dat zien we ook niet in deze cijfers terug. Ja, ik denk dat zelf wel, maar dat zien we nog niet in deze cijfers. Of anders namelijk. Wat is jullie eerste indruk als je deze plaatjes ziet? Ook iemand heeft gezegd dat hij het niet kan volgen op het scherm, dus hij kan niet zien wat jullie doen. Oh. Oké. Die vraag zou ik even doorzetten. Maar hij ziet de presentatie niet of de figuren zijn te klein? Ik ga even kijken. Wat denk jij dat het antwoord is, Jan? Wat zou jij invullen? Nou, het blijkt nog niet uit de cijfers dat we integraler niet werken. Oké, okay, ja. Open dialoog. Ik denk dat je moet stoppen. Hebben de meeste mensen gestemd? Nou, niet zoveel nog. Ja, misschien hebben dus meer mensen last van wat Roel Verhagen ook heeft. Hij zegt, ik kan niet zien wat Brenda en Janneke aan het doen zijn op het scherm, daarom kan ik het niet volgen. Hij kan ons wel horen. Ja, maar dat, kijk, als er een poll open staat, dan is die poll in beeld en even niets anders. Dat is, ja, maar dat volgens mij daarvoor ook. Daarvoor ook. Ja, ja. Nou, anders gaan we gewoon even verder. Ja, ik zou even verder gaan. Oké, ik ga de poll sluiten. Ja. En het resultaat is 53% nee, 47% ja en 0% anders. Oké. Okay. Nou, wat grappig. Okay. Dat het echt een beetje 50-50 is. Zijn er nu nog mensen die de presentatie niet kunnen zien? Nee, dat komt. Roel Verhagen zegt nu, ik zie de presentatie niet. Nee. Is er technisch iets niet in orde? Nee, volgens mij niet. En Peter Kuivers zegt, het integraal werken gaat in de praktijk nog ontzettend moeizaam. Ja. Ja. Nou, dat herkennen wij ook wel. Ja. 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 Dus voor de rest gaan we door met de presentatie. Oké. Nou, wat ook leuk is, is om te kijken van welke combinaties komen er dan veel voor binnen dat integrale werken. En dan zie je in dit plaatje weer diezelfde gemeentegrootte met diezelfde kleurtjes. Hierboven zie je het aantal keren dat huishoudens of voorzieningen hebben op grond van de jeugdwet en de participatiewet. Jeugd en WMO, participatiewet en WMO en alle drie de wetten. Nou, dat komt het minste voor. En participatiewet en WMO, dat zie je eigenlijk het meeste. Dat is ook wel in lijn met de verwachting. En wat ook in lijn met de verwachting is, is dat dat vooral in de grote steden het meeste voorkomt. Want daar woont natuurlijk ook een groot deel van de uitkeringsgerechtigden. Dus, qua verdeling over welke wetten komt dan het, worden het vaakst gecombineerd. Is dat echt de participatiewet en de jeugdwet. En dit zijn de aantallen per 1000 huishoudens. Hè? Ja. De absolute cijfers die staan er ook in de database. Ja. Maar goed, jeugdwet en participatiewet beginnen dus ook al wel een beetje te zien. Dat is ook interessant. Als je denkt vanuit meer gezinsaanpak, dat je vaders en of moeders met een uitkering en jeugd hulpverlening dat goed gaat samenwerken. Ja. Oké. Okay. Dan komen we bij een volgende. Volgens mij is er een plaatje. Oké, alles gaat goed. Nou, wat een belangrijke voorspeller blijkt te zijn voor het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein, is het aantal kinderen dat opgroeit in armoede. Dat is ook een indicator in het nieuwe rapport en op het dashboard. En hier laten we zien het aantal alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering over de tweede helft van 2016. En dan zie je mooi op dit plaatje de verdeling van in welke steden dat nou het meeste voorkomt en in welke gebieden. Dus het is leuk om dit soort plaatjes dan te gaan vergelijken met bijvoorbeeld het voorzieningengebruik in je eigen gemeente of in de regio.
zodat je een beetje kunt gaan kijken van is het bij mij dan hoger dan in een gemeente die vergelijkbaar scoort op deze voorspeller. Dat kunnen leuke exercities zijn om een beetje meer gevoel te krijgen bij hoe doen wij het in onze eigen gemeente. Ja, dat klopt. Je ziet hier dat het best verdeeld is. Wel denk ik de grote steden die inderdaad hoog scoren, maar ook in Zeeland, zoals Vlaanderen, zie je ook. Ja. Almere. Ja, Lelystad. Lelystad. Oké. Nou, tot slot wat we nog eventjes wilden laten zien is ook verschuivingen binnen de WMO en binnen de jeugdzorg. En dan is het natuurlijk interessant om die half jaren met elkaar te vergelijken. Je ziet hier per 1000 inwoners het aantal cliënten met een WMO-maatwerkvoorziening. Die WMO-maatwerkvoorzieningen zijn verdeeld in 4 categorieën. Ondersteuning thuis, hulp bij het huishouden, verblijf en opvang en hulpmiddelen en diensten. En dan zie je eerste helft 2015, tweede helft 2015 en de halve jaren van 2016. Wat hier nog wel belangrijk bij is dit zijn cijfers die zijn door onszelf berekend. Dit is nog niet gebaseerd op een officieel CBS gemiddelde. Dat komt dit najaar beschikbaar. Maar we hebben wel al kunnen zien samen met het CBS dat het niet heel erg veel zal afwijken naar de verwachting. Maar het CBS doet nog iets meer checks op het berekenen van die gemiddelde. Landelijk gemiddelde. Ja, ja, precies. Nou, maar als je dan kijkt naar, zien we hier al verschuivingen. Dan zie je eigenlijk wederom hetzelfde als wat je bij de stapeling zag. Of bij het integrale werk zag. Dat er nog weinig verschuivingen zichtbaar zijn. Ja. En als we dan kijken naar de jeugdzorg. De jeugdzorgtrajecten. Dan hebben we hier onder elkaar gezet jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming, de ondertoezichtstellingen en de voogdij en jeugdreclassering. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ook daar zien we nog weinig verschuivingen. Dus ja, wat ons betreft zegt dat, is dat ook gewoon een interessant resultaat. Dat je gewoon... Ja, maar ook dit kan natuurlijk wel zeg maar, voor individuele gemeenten of regio's heel anders zijn. Dus ja, het is leuk om dat te gaan onderzoeken in de database. Ja. Dan kan je het helemaal zelf instellen. Maar dit is het landelijke beeld tot nu toe. Ja. Dus ik weet niet of daar nog vragen of opmerkingen over zijn of mensen die daar andere ideeën over hebben. Nee, dit doen we nog niet. Oké. Okay. Nou, wat wij zelf voor conclusies hierover trekken, over dit soort plaatjes, die we even in korte tijd hebben kunnen maken, is dat het wel mogelijk interessant vergelijkingsmateriaal kan zijn voor gemeenten of in de regio, om met elkaar in gesprek te gaan. Maar dat er echt nog wel meer analyse en duiding noodzakelijk is, dat gaan we ook oppakken nu de komende tijd. Wat je wel ook echt heel mooi ziet, is dat gemeenten dus hele verschillende uitgangsposities kunnen hebben. En dat het ook wel belangrijk is om je te realiseren als je gaat vergelijken. Nou, zoals gezegd, we zien nog weinig ontwikkelingen. Maar interessant is dan ook van wat verwacht je eigenlijk? Is dat wel realistisch om nu al ontwikkelingen te verwachten? Of zou dit misschien meer nog een nulmeting moeten zijn? Dat is ook iets waar we over met elkaar in gesprek moeten gaan. En zoals eerder gezegd, er ontbreekt nog informatie. Wie biedt bijvoorbeeld de zorg? Wordt het door het wijkteam gedaan of door andere organisaties in de wijk? En de kwaliteit van de data. Geen vragen of opmerkingen? Nee, op het moment niet. Nee. Okay. Nou, dan komen we bij de afsluiting. Er is nog iemand die wat zegt. Okay. Geert Simmons die zegt, je ziet niet het resultaat met betrekking tot stimuleren van eigen kracht. Item 1 neemt af en 2, S3 is verdubbeld. 2 is verdubbeld. Snap je dan wat je bedoelt? Ik begrijp niet zo graag. Nee, ik lees het ook een beetje zo voor, zonder dat te weten wat hij bedoelt. Gaat het over de WMO of over de jeugdzorg? Dat staat er niet bij. Hij zegt gewoon, je ziet niet, ik denk dat het gaat op wat jullie net zeiden,
Je ziet niet het resultaat met betrekking tot stimuleren van eigen kracht. Nee. Nou, dat is meer een opmerking. Ja, in algemene zin inderdaad. Ja. Dat is inderdaad nog voor de collectieve voorzieningen dat gedeelte. En dat is heel moeilijk om dat in kaart te brengen. Ja. We proberen bijvoorbeeld wel met de burgerpeiling om dat soort dingen te meten. Zo zijn we ook al aan het kijken of we de burgerpeiling en de monitor ook iets meer nog naar elkaar toe kunnen laten groeien. Maar dat is allemaal onderdeel van de doorontwikkeling. Ja, en hij zegt ook bij ons neemt de ondersteuning thuis neemt af. En het verblijf stijgt. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat zou heel goed kunnen inderdaad, ja. Maar dat is inderdaad dan niet zozeer in lijn met de gedachten van de transformatie, dat personen langer thuis blijven wonen. Nee. Maar je hebt er ook niet als gemeente 100% invloed op, dus dat is ook lastig op zo'n manier. Ja. Leuk. Oké. Okay. Hier waren we, ja. Dan komen we bij de afsluiting. Nou, hoe gaan we verder de komende tijd? We willen, ja, zoals gezegd, meer met dit soort duidingsgesprekken gaan voeren met gemeenten en in de regio. Zodat we nog meer indicatoren kunnen gaan toevoegen die echt wat over de transformatie zeggen. Ook wat, en ook over het resultaat. We gaan meer en meer cijfers ook op wijkniveau aanbieden en meer selectiecriteria toevoegen. Zodat je echt de selecties kunt maken die je zelf nodig hebt als gemeente. En hoe we dat ook aanpakken is echt door het samen met gemeenten te doen. Bijvoorbeeld zoals de pilot die we in Drenthe hebben lopen rondom de informatievoorziening en de aanpak van ouderen. Een ander punt dat we gaan oppakken is de kosten. Zoals gezegd leveren nog niet heel veel gemeenten dat aan, wel best wel al wat, maar we hebben ook de IV3-informatie in Nederland, dus we gaan dit jaar analyseren of, of dat voldoende is. Het moment van uitvragen en publiceren hebben gemeenten aangegeven dat ze dat graag nog eens over van gedachten willen wisselen. En de definities gaan we verder uitwerken. We willen dit jaar twee workshops organiseren. Eentje over de registratie van de WMO-voorzieningen en eentje over de kosten. Omdat we merken dat gemeenten dat allemaal op hele verschillende manieren aanpakken en daar hele verschillende ideeën over hebben. En dat ze het wel fijn vinden om daar een keer met elkaar van gedachten over te wisselen. Om bijvoorbeeld het moment van afsluiten van een WMO-voorziening. Op welke manieren kun je dat aanpakken? Het is goed om daar een beetje wat meer over te weten van elkaar. Dus als u daarover mee wilt denken, dan kunt u zich ook denk ik alvast kenbaar maken. Er zal later ook nog wel een oproepje of iets komen. Maar, kan je kenbaar maken? Nu via de chat. Via de chat. Oh, via de chat. Via de chat of later via een mailtje of zo, dat kan ook. Maar aanmeldingen van gemeenten zijn altijd welkom. Dus dat is prima. Maarten van Boksem, die zegt ook nog, enkele gemeenten hebben de eigen bijdrage verlaagd of afgeschaft. Het is interessant om te volgen wat daar het effect van is. Ja, dat is ook een goede tip. Maar dat zit dan meer bij de effectus data, denk ik. Zeker. Ja, zeker. Ja, oké. Oké, nou. Dan hebben we het tot nu toe echt vooral gehad over de doorontwikkeling van de gemeentelijke monitor sociaal domein. Daarnaast zijn we bezig met het doorontwikkelen van het monitoren in het sociaal domein. Dat doen we samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en het netwerk van directeuren in het sociaal domein. En daarvoor starten in september een aantal doorontwikkelbijeenkomsten. Echt van gemeenten samen om te kijken van nou, hoe monitoren gemeenten nou zelf? En daarin zal ook veel aandacht zijn voor de manier van monitoren van die het stimuleren van de zelfredzaamheid. En over die algemene voorzieningen waar we het nu een paar keer over gehad hebben. Hoe monitoren gemeenten dat en hoe brengen ze resultaten in beeld? En dan willen we het van onderop gaan opbouwen. Gaan bekijken hoe je daar een landelijk beeld van kunt creëren. Die bijeenkomsten starten in september. En we zullen jullie daarover op de hoogte houden. En eind december komt er ook een bijeenkomst waarin we de resultaten dan met gemeenten, kennisinstellingen, departementen delen. Dit najaar starten er ook regionale duidingsbijeenkomsten. En er komt een website waar we allerlei monitoraanpakken van gemeenten opzetten. Zodat gemeenten ook van elkaar kunnen leren en met elkaar contact kunnen leggen over hoe je dat monitoren nou handig aanpakt.
Oké. Okay. Ja. Voor de website waarstaatjegemeente.nl in de gaten. Zonder meer. Ja. Nou, meer informatie? Ja, meer informatie staat op kinggemeente.nl. U kunt altijd even mailen met waarstaatjegemeente@kinggemeente.nl. Als u hele specifieke vragen heeft over de data, dan kunt u die naar ons mailen, maar u kunt ook het CBS mailen via monitorsociaaldomein.nl. Dus dat gaat meer over kloppen mijn cijfers, zijn deze goed afgerond, dat soort vragen. Het is wellicht handig om die ook naar het CBS te sturen. We zijn bij het einde gekomen, dus hartelijk dank voor het kijken. We zetten alle informatie op Kin Gemeente. We houden jullie op de hoogte. En ze worden gemeld. En u wordt ook nog gemeld. En als er nog vragen zijn, dan kunt u die nu nog even stellen. Kan ook nog. Dan blijven we nog even in de lucht. Pas op. Geen vragen? Nee. Oké. Fijne dag. Hartelijk dank. Fijne dag.